kogelbiefstuk. Wie kent hem niet? De klassieker uit de keuken. Maar vandaag gaan wij ermee aan de slag op de barbecue. Met een beetje whisky en een beetje smoke. En dan gaan we een toffe whisky roomsaus maken. Nou, Bastiaan, de teaser was weer behoorlijk uitnodigend. Pretty teasing, hè? Ja. Maar eerst even kijken waar het vlees gebleven is. Wat voor vlees hebben we? Hebben wij vandaag niet in de keuken, maar in de doos. In de doos. En wat het is het? Het stukje kogelbiefstuk. Oh ja, tuurlijk. Kogelbiefstuk. Ja, heb je niet goed geluisterd, ja, in het begin? Ik was helemaal van die combinatie onder de indruk. Ja, nou dat mag, want dat hoort ook zo. Want het is natuurlijk geweldig lekker wat we natuurlijk gaan doen. Is het een makkelijk recept om te maken? Ja, nou ja, ik heb ook wel, en wat ik wel vaker gezegd heb, ook in de andere video's. Is dat, weet je, vleesschillen, en dat prima, dat kan, dat is allemaal leuk en lekker, moeten we ook doen. Maar een mooie saus erbij, dat kan net zoiets, kan de boel complimenteren. Houdt het wel simpel, hoef je niet veel te doen en heb je hem lekker op smaak, vind ik altijd erg leuk. Dus vandaar dat we ook weer terug gaan naar die klassieke, mooie whisky roomsaus die we gaan maken met de kogelbiefstuk. Maar nu nog een vraag, want je kunt ook heel veel verschillende soorten vlees kopen bij de slager. Ja. Ik zou zelf, heel eerlijk, niet zo snel voor kogelbiefstuk gaan. Nee, dat klopt. Want het zit geen vet aan, het is wat droger. Maar ja, zijn... Nee, niet droger. Nee, hoe moet je het zien dan? Mager. Is dat het verschil? Ja, er zit heel weinig, hè? Dus als je ook kijkt naar het vlees, er zit totaal geen vet in. Nee. Dus het is heel mager vlees. Dus je moet ook in alle rust op een lage temperatuur gaan. Zorg dat die niet veel vocht verliest tijdens het gaarsproces. Lekker even die rook erover. Want dan wordt hij dus niet droog? Nee. Nou, als je hem op heel hoog vuur doet. Dan wel. Ja, dan wordt hij snel droog. Dus doe ze maar rustig gaan met liefde en beleid. Ja. Rupje, pak je favoriete barbecue rub. Wat is voor de gaar wat beter? Op die manier lekker rondom. En veel meer gaan we hier niet mee doen. That's it. En deze gaat dan op de barbecue. We gaan hem roken. Matthijs, je mag kiezen. Ik heb hier kersenhout of beer barrel chunks. Nou, dan ga ik voor de beer barrel. Beer barrel chunks hebben we hier. Even kijken. Kijk eens aan. Je ruikt het bier. Dat wordt lekker. Die nemen we mee. De plank nemen we mee. Deze kan daar blijven. Ik zeg op naar de barbecue. 100, 120 graden. Oké. En dan leg hem indirect. Ik heb hem hier zo. Kan ik hem neerleggen. Dan. Omdat ik hier samen in deze barbecue die kolenmand heel ver kan laten zakken, kan ik hem er wel boven laten liggen. Ja. Dus zeg maar, de afstand tussen de brand, de kolen en het product is dusdanig groot dat het niet gaat verbranden. Ja, want je draait aan dat wieltje en daarmee gaat dus de kolen omhoog en omlaag. Hè? Inderdaad, op deze manier kan ik hem instellen of omlaag. Ja, precies. En nu heb je hem behoorlijk hoog staan. Laag staan, precies. Ja. Zo. Dus indirect. Ja. Oh ja, en dan weet ik al, wat een heel handige opening voor... Daar gaan we. Kijk eens, voor het rookhout. En dan zie je dan weer de kast. En dan hop, die erin. Nou. Deze weer erin. En laten gaan, kerntemperatuur 48 graden en dan volgt de volgende stap. Je gaat nu de roomsaus dus maken. Juist. Ik heb hier al een shallotje met roomboter. Dat gaat zo meteen op de barbecue. Daarbij twee knoflookteentjes geraspt. En dit gaan we zo meteen eerst even aanzetten. En even die ui met het shallotje en de room. En als dat lekker aangezet is, dan gaan we het voor de rest op smaak brengen met de whisky. Room, tijm en mosterd. En dan hebben we het sausje te pakken. Toetje simpel, maar toetje lekker. Deze gaat op de barbecue. Nou Bastiaan, wat gaan we nu doen? We zijn goed bezig. Kijk, dit pruttelt lekker. Dat is wat we willen. Klein worstje. Tijm erbij, half eetlepeltje mosterd, dat moeten we half doen. En een lekkere Dijon moutarde, 120 ml room. Ja, zal het ongeveer wel zijn. Ja, lekker roeren. Ja, precies. Kijk eens. Dan hebben we nog één dingetje. Ja, en dat is? Oh! De whisky. De whisky erbij. Scheutje. En dit laat ook gewoon lekker meegaan. Hoe gaan we met vlees? Ja, super. Ja? In alle rust, we gaan eens even kijken wat de onderkant doet. Dat kunnen we altijd even doen. Even omdraaien. Ja. We draaien gewoon even om. Kijk eens. Oh, mooi. Nou, dat gaat goed. Komt een mooi kostje op. In alle rust, hè. Loon zoals wat we willen. Een mooi grillstreepje. Ja, zullen we gewoon eens even kijken wat die...
temperatuur doet. Hoeveel graden kern wil je hebben? 50? Nou, we gaan 48 en dan willen we nog even een geel streepje erop zetten. Oh, ja. En we zitten nu op, oh, we moeten wel even, 18. Oké, okay, oh, 18. Nou, dat is niet goed nog. Nee. Nou, ja. Klepje dicht. Nou, klepje dicht. Komt-ie. Nou, Bastiaan, we zijn even wat verder. Yes, met saus gaat goed. Laat dat gewoon lekker staan. Hier zo. Komt het lekker op smaak en de gewenste temperatuur in het hoekje. Waarom in het hoekje? Nou ja, de minste temperatuur. Oh ja. We gaan nu de barbecue omhoog halen. Dat is wat we dan doen inderdaad. En dan draai je aan... Ja, ik moet even voorstaan, sorry. Ja, maakt niet uit. Maar wel. En dan gaat hij omhoog, hè? Kijk. Dan kun je ook. Ziet hem komen. Komt hij Oh ja, 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 ja. Hoppakee. Nou. En nu draai hem dus heel dicht bij het vlees. Ja, precies. En dan kunnen we hem even aan alle kanten lekker afgrillen. En dan komen we juist op de gewenste temperatuur. Hoe lang verwacht je nog? Nou, hij moet nu gewoon even gaan tot 52 graden kerntemperatuur. En dan is het klaar. Oké, okay, nou. Mag hij weer dicht? De klep. Ziet er mooi uit, ja. Ja, toch? Overal en dan. Ja, kijk eens. Lekker in het midden. Dan hebben we heel mooi die. Die saus. Is ook mooi geworden. Toch? Die gaat er lekker zo overheen. Nou ja, die zou je hierna zo. Oh, lekker. Er overheen kunnen serveren. Het ziet er ook al heel smaakvol uit. Toch? En dan met die roomsaus. En dan. Nou ja, weet je. Zet je toch een leuk bordje neer. Lekker, lekker die saus erbij. Ja, laat het nou langs drippelen. Kijk eens. Kijken. Bastiaan, het ziet er fantastisch uit. Ja, het ziet er echt fantastisch mooi, uit. Mooi, hè? Moeten mensen zich gaan abonneren? Ja, denk ik wel. Want dan krijg je van deze heerlijke recepten zo lekker voorgeschoten. Dan kan je genieten van mooi stukjesvlees, lekkere saus erbij of allerlei andere goede dingen. Geniet ervan. Lekker sausje, topproductje erop. Mooi met zo'n koolgebiedstuk, weer zo'n anders, maar wel lekker. Abonneer je even op het kanaal en druk op het belletje. Dan krijg je een signaal wanneer we live gaan met mooie recepten. En dan kan je dit soort lekkere dingen creëren. Kijk hoe het er langs loopt. Het ziet er echt, ik ga nog even een heel mooi beeld maken. Beste mensen, tot volgende week. Geniet volgende week vrijdag om 8 uur weer een nieuwe. We zijn er weer.